Hoi, en wat leuk dat je kijkt naar mijn eerste video op GamerGeeks. Mijn naam is Jesper en voor mijn eerste officiële GamerGeeks video wilde ik graag iets speciaals doen. Ik wilde een video maken die iedereen omver zou blazen. Maar welke game zou ik dan gaan behandelen? Ik zat eigenlijk te denken aan Assassin's Creed Odyssey. Red Dead Redemption dan? Oh ja, dat is wel waar. Battlefield 5. Oké, wat blijft er over dan? Oké, nou ik ga het dus met jullie hebben over een game genaamd Skynoon. Zeker niet te verwarren met... It's High Noon. Echt niet doen, jongens. Skynoon is een game die niet makkelijk te definiëren is. Kijk maar, als ik het intyp in Urban Dictionary vind je helemaal niks. De game is ontwikkeld door Lunar Rooster en uitgegeven door Revive Triple XP. Het draait in deze game om het van de map afschieten van je tegenstanders. Ook totaal niet gejat ofzo. Dit doe je met een aantal verschillende wapens die lucht afschieten in plaats van kogels, want... Ja, dat werkt blijkbaar goed ofzo. Ook heb je een grappling hook zodat je als Spider-Man over de hele map heen kan vliegen. Here comes the Spider-Man! Daarnaast heb je ook een soort van power-ups die jou kunnen helpen in het verslaan van je tegenstanders of het redden van je eigen leven. Verrassend genoeg werkt alles vrijwel vlekkeloos in deze game. Het speelt heel erg lekker en je kan zelf veel potjes spelen terwijl je je verliest in de tijd. Maar er is één heel groot probleem met deze game. Er is geen fucking player base. Dit is de eerste game van deze ontwikkelaar en daarom zijn er like 4 mensen die het spelen. En dat begrijp ik eerlijk gezegd niet. Want na het spelen van deze game, als ik een potje kon vinden dan, was het naar mijn mening echt een hele leuke en uitdagende game. Ik kon er bijna geen bugs ontdekken en dat zegt een hele hoop over een debuutgame. En als je het afgaat, dan merk je eigenlijk dat het alle ingrediënten heeft voor een goede game. Goede graphics, check. Goede mechanics, check. Customization, check. Verschillende modi en maps, check. Een multiplayer mode, check. En ik vind het daarom ook zeer spijtig om te zien dat niemand deze game speelt. En ik hoop dat er in de toekomst meer spelers bij zullen komen. Over het algemeen ben ik zeer tevreden over... Skynoon. Ik bedoel natuurlijk Skynoon. Ik vind de game erg leuk om te spelen als ik niet te veel wil nadenken. Het is een erg luchtige game en dat is ook een van de krachten van het spel. Het enige nadeel is dus de lage player count. Maar ik hoop dat door een hoop positieve reviews dit probleem zichzelf oplost.